2017. Het was een jaar. We waren er allemaal bij. Er zijn goede dingen gebeurd, er zijn slechte dingen gebeurd, maar we zijn daadwerkelijk aan het eind beland van dit jaar. Chapeau, ik ben trots op jullie. We hebben het allemaal gehaald, hebben het weer overleefd. We kunnen door naar 2018, maar niet voordat we terugblikken op 2017 als gamejaar. Want wat is er nou belangrijker dan kijken welke games het beste waren in de afgelopen 12 maanden? Dit is mijn persoonlijke top 5. Hi, ik ben trouwens Tom van Gamersnet.nl. Leuk met je kennis te maken. Hoe dan ook, hier gaan we dan. Dit zijn persoonlijk mijn top 5 beste games uit 2017. Om te beginnen op nummer 5, Splatoon 2. Ik denk dat we 2017 wel als het jaar van de Nintendo Switch kunnen bestempelen. Ik bedoel, de console van Nintendo kwam en iedereen was wild van de hybride mogelijkheden van het apparaat. En ik denk dat veel mensen ook kiezen voor een The Legend of Zelda Breath of the Wild of een Super Mario Odyssey, wat natuurlijk ook hele sterke games zijn. Maar voor mij persoonlijk was Splatoon 2 vooral heel erg interessant, gezien die game. Ja, we hebben het al een keer gezien met Splatoon 1 natuurlijk op de Wii U, maar dat was een wat minder groot succes. En nu met Splatoon 2 merk je weer van, oké, ze proppen die shooter gewoon op de Switch. Hij is ontzettend makkelijk pick-up en play. En het is toch een soort van kindvriendelijke en ook competitive shooter. En ik vind knap hoe Nintendo dat flikt. Dat ze zoiets verslavends en interessants kunnen maken, terwijl het tegelijkertijd ook ontzettend kleurrijk en kindvriendelijk is. En dat is gewoon iets wat je dan telkens weer op wil pakken. Dus er zijn gewoon een aantal maanden geweest dat ik gewoon Splatoon 2 telkens weer met die Switch erbij pak. Dat ik het in bed loop te spelen. Dat ik aan het wachten ben tot de fucking Salmon Run eindelijk weer beschikbaar wordt. En ik denk dat dat gewoon heel erg sterk is. Ik heb dat niet in andere shooters op die manier ervaren. En wat dat betreft vind ik dat Splatoon 2 wel een soort van eervolle vermelding verdient. En mijn binnenkomer op nummer 5. Dan op nummer 4. Een wat minder grote titel voor het gros, voor het mainstream publiek zou ik denken. Maar het is XCOM 2 War of the Chosen. Het is weliswaar een uitbreiding, maar dit was gewoon het jaar dat ik ontdekte dat ik tactische, gritty, permadeath gameplay ontzettend goed kan waarderen. En War of the Chosen is gewoon een uitbreiding zoals je hem wil. Het is een bijna een standalone game als je bedenkt hoeveel content erin zit. En het bracht ook gewoon iets nieuws aan XCOM 2. Die game die was al slepend en moeilijk en een hele interessante metagame. En Phyrexis gooit daar gewoon in één keer de Chosen bij, die als een soort van nemesis systeem tegen je gaan werken. Zij jagen op jou, jij jaagt op hen. Vond ik persoonlijk heel erg interessant. Tel erbij op dat het gewoon een ontzettend goede reden is om weer terug XCOM 2 in te duiken. En dat is ook gewoon leuk, omdat, weet je, ik denk dat ik dat in XCOM de dag ook wel goed heb aangehaald. Je maakt mensen in die game, je maakt de soldaten van, je levelt ze up, je gaat van ze houden en dan kunnen ze in één keer hoppatee gruwelijk afgeslacht worden door bijvoorbeeld zo'n Chosen. Dat is iets wat XCOM 2 heel erg sterk deed en met War of the Chosen heb je dat gewoon 200%, turn the dial up to 11. Ik denk dat War of the Chosen wat dat betreft een van de beste tactische games was, ook al was het een add-on van 2017. In ieder geval, het is mijn persoonlijke nummer 4 van dit jaar. Dan op nummer 3, de terugkeer van Prey. Het zat er even aan te komen. Die game was natuurlijk al 11 jaar lang dood. Maar Prey kwam in één keer als een soort van reboot terug en het is gewoon een ontzettend sterke game geworden van Arkane Studios. De sfeer was spot on, de RPG skill tree was erg interessant, het verhaal, de muziek, alles voelde heel erg vol voor mij. En ik heb al tijd lang niet meer in zo'n soort RPG los kunnen gaan, maar Prey gaf me precies dat. Nou had het einde van mij misschien iets meer solide kunnen zijn en sowieso was er qua technische optimalisatie ook nog wel het een en ander te verbeteren. Maar Prey gaf iets speciaals, iets unieks. En ik dook daarin en ik nam dat in me op en ik omarmde dat en Prey omarmde mij. En hoewel ik me dood heb geschrokken met de mimics en alle andere enorm gekke, bizarre aliens die game op je stort, het was een ontzettend sterk epos. Wat dat betreft dus een beetje kort, maar krachtig. Al heb ik het idee dat daar ook ruimte voor moet zijn in de game-industrie. En nou ja, die ruimte wordt ook gevonden in mijn persoonlijke nummer 3, Prey. Dan, op nummer 2. Het kon natuurlijk niet ontbreken. Er zou een pretentieuze indie tussen moeten staan. En dat is zeker gebeurd aan de hand van Cuphead. Jawel, Cuphead is uiteindelijk dan toch in 2017 verschenen. En ik was daar persoonlijk heel blij mee, want ik was al lang op die game aan het wachten. Er was een bijna 2 jaar lange radiostilte rondom die game. En toen in één keer, shabam, toen kwam hij en iedereen omarmde die game. En dat was gewoon fantastisch. Want niet alleen bracht het een moeilijke run-and-gun platformer terug naar de bank met couch co-op. Nee, het was ook nog eens een keer een ontzettend mooie en sfeervolle game. Als je bedenkt dat er urenlang aan supervrije, trippy jazzmuziek is gemaakt voor die game, dat elk
plaatje wat je van die game ziet. Elke frame is handgetekend, geschetst, ingekleurd met inkt en vervolgens ingescand in een computer. Dat is zoveel dedication die je denk ik niet in andere games ziet. En zeker niet games van die grootte. Ik bedoel, qua verzorging voelde die game aan als een AAA game. Terwijl het natuurlijk een ja, soort van quasi-indie is. Ik bedoel, Microsoft zat er natuurlijk met dikke funding achter. Maar tegelijkertijd, Studio Moldenhauer doet met Cuphead wel echt iets ontzettend apart. En ik vond het niet alleen heel leuk om te spelen en tergend om gewoon telkens dood te gaan. Maar het was ook mooi om te zien dat de hele game-industrie die game echt omarmde. En dat die nu dubbel platinum is gegaan. Waarvan ik denk van, nou ja, weet je, dat verdienen die gasten wel. Dus op 2, naar mijn idee een terechte indie zo hoog in de lijst, maar Cuphead. En dan op de nummer 1 positie van mijn persoonlijke top 5 van 2017. Het kon ook niet anders. Het is PlayerUnknown's Battlegrounds. Of PUBG voor vrienden. Hoe dan ook, die game die kwam dit jaar. Hij zag en hij overwon. Ik denk dat iedereen er wel over eens kan zijn dat Battle Royale was sowieso al langer een ding. Maar PlayerUnknown's Battlegrounds pakt het zo snappy. Ik weet niet. Het is iets van, het is landen, het is loot, het is elkaar overhoop knallen. Maar dan zonder alle poespas eromheen. En dat zorgt er gewoon voor dat die game bijna altijd een soort van slepend is. Het kan gezellig zijn met vrienden, maar tegelijkertijd kan er ook in één klap kan er zo ontzettend veel adrenaline in zitten. En dat is meteen het pompje vol met gewoon dopamine als je een mooie kill maakt. En tegelijkertijd sta je soms zo stijf van de spanning alleen al. En voor mij was dat gewoon een unicum dit jaar. Ik heb dat bij geen andere game zo ontdekt. En ik denk dat heel veel mensen die mening met mij delen. Kijk naar de algehele media-hype rondom PlayerUnknown's Battlegrounds in de afgelopen 12 maanden. Maar ook, weet je wel, de Steam-lijsten zijn verbroken. Op Twitch is die game enorm groot. Battle Royale gaat zeker nog wel groter worden in de komende jaren, zou ik zeggen. Ik bedoel, de hype is nu echt, weet je, het vonkje is overgeslagen. Dus nu zul je waarschijnlijk zien dat heel veel ontwikkelstudio's er helemaal los op gaan. Maar naar mijn idee doet PUBG dat gewoon ontzettend goed door het gewoon in het concept simpel te houden, maar tegelijkertijd zo heerlijk slepend. En ik denk dat dat ook een game is die ik in 2018 ongetwijfeld nog vaak zal gaan streamen en ook nog wel ongetwijfeld vaak zal gaan spelen. De game is nu officieel uit Early Access. Nog net, weet je al, nipt met hak over de sloot in dit jaar, maar die game wordt alleen maar uitgebreider als je het zo ziet. En ik verwelkom al die vernieuwingen, want PlayerUnknown's Battlegrounds is veel gegroeid op een soort van persoonlijk aspect. Het is in de media gegroeid, maar het zal ongetwijfeld als game zijnde ook nog wel steeds beter en hopelijk ook beter geoptimaliseerd worden. Al helemaal als we het hebben over de iets wat minder fraaie Xbox One port. Maar goed, dat kan allemaal nog komen. 2018, weet je, het is een schone lijn. We kunnen weer opnieuw beginnen. Let's go. Nieuwe toffe dingen, maar PlayerUnknown's Battlegrounds was in ieder geval voor 2017 mijn Game of the Year. Zodoende, daar heb je ze. Dat zijn mijn top 5 games van 2017. Ik ben heel erg benieuwd of mensen het met mij eens zijn. Ik sta helemaal open voor discussie hieronderin. En mind you, als er games zijn die jij wel heel tof vond en die niet in dit lijstje staan, dit is geen feitelijke top 5. Dit is gewoon heel persoonlijk de games die ik het interessantst vond. Dus mocht je zelf in discussie willen gaan, graag hieronder. Ik praat graag met je. Hoe dan ook, vond je dit een leuke video? Laat het ons dan ook vooral weten. En stel, je wil dit soort top 5's ook zien van bijvoorbeeld een Peter of een Daniel. Laat het ons dan ook weten. Voor hetzelfde geld hebben zij nog even de tijd om ook net met hak over de sloot in 2017 ook zo'n top 5'je op te nemen. Maar er komen sowieso nog een heleboel andere toffe video's aan waarin we terugblikken op het jaar en we gaan ongetwijfeld ook vooruitblikken op 2018. En natuurlijk, in 2018 ben je ook zeer welkom op gamersnet.nl waar we allerlei gekke nieuwe dingen gaan doen. We krijgen nieuwe presentatoren, er komen nieuwe items aan, er komen oude items weer terug. Dus ik verwelkom jullie allemaal op onze knusse website voor leuke discussie over games, gekke content, alle trailers, al het nieuws, previews, reviews. Je kent het inmiddels wel. Ik was Tom van gamersnet.nl. Dit was mijn persoonlijke top 5. Ik neem de discussie graag mee hier in de comments en tot snel.